Ines. Hoi, en dit is Kijk naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag met Ines, ze is net van haar brood, naar het V&D School Camps Event. Ze vindt haar broodje dus een B. Nou, we gaan dus naar School Campus Events. Zoals ik net al zei, er komen Live Splash, Teske en Mert. En ik ga ook nog met Chiara en Renor, dus die zien jullie ook. En eerst gaan we lekker wat eten bij Fabiano. En daarvoor gaan we ook naar de Primark. En ja, we zitten dus in de trein, of trein, we zitten in de metro. En ik zie jullie zo weer. Dus tot zo. Ja. Is het lekker, Ien? Reclame met Ien, niet zo dichtbij. Nee, ja, maar hij is... Ja, hij is... Nee, hou je hand weg. Ja, hij staat aan. Oh. Yes. Was, mag ik hem uitzoomen? Of? Hij staat niet ingezoomd. Hij lijkt... Hij is niet ingezoomd. Hij staat gewoon op 18 mm. Hallo. Wat doen we? We zijn nu in Babylon. We gaan net wat eten halen en wat drinken. En oh my god, Ien. Nou, laat maar weer. Ik vlog wel. Waar zijn we? We zijn dus nu in Babylon aan het lopen. We gaan nu naar Spar. En ik ben met Ines. Maar die hebben jullie natuurlijk al gezien. Daarheen. We gaan nu naar Spar. En dan zien we jullie zo weer. Dus tot zo. Kijk, we gaan dan. Nou, tot zo. De supermarkt. American food. Watermelon. American food. Oké, als jullie mogen kiezen, wat zouden jullie dan nemen? Ines, even aan de kant. Ik zou gaan voor de dark chocolate brownies. Dit heb ik geprobeerd in Londen. Hallo, met Jamie! Nou, we zitten dus nu bij Fabiano in Den Haag. Kijk, zo ziet het eruit hier. En jullie hebben Ines al gezien, dus die ga ik nu nog een keer laten zien. Maar ik ben ook weer met de enige echte Chiara. Ik weet niet of jullie goed in beeld hebben. Zit nu aan de Rosé. En dat is super leuk. En we hebben het besteld bij Fabiano. Ik heb een pizza salami. Ik heb een pizza salami. Jij hebt een pizza. Margherita, jij hebt een pizza. I don't know. Maar Renor komt zo meteen ook nog. En die komt hier ook heen om te chillen. En dan gaan wij zo meteen naar het V&D event. Dus dat wordt leuk. Ines maakt een foto van haar mobiel. Top. Nou, ik zie jullie zo weer. Dus guys, tot zo. Ik heb een pizza salami. Chiara heeft dus een pizza. Margherita. Margherita, zo ziet het eruit. En wijn natuurlijk. En jij hebt, wat heb jij voor pizza, Ien? Iets met ham. Zit, gaan wij lekker opeten. En dan zie ik je zo weer. Eet smakelijk. Tot zo. Nou, we zijn nu in de rij. Niet inzoomen. En we wachten hier op Jami. We gaan tellen, dames en heren. Maximaal 500 van de brandweer. Dus dat betekent dat we niet meer gaan doen. Maar we gaan nog even wachten, dames en heren. We gaan nog even wachten. Want de volgers die gaan eventjes met elkaar overleggen. Wie er geld heeft. Niet zo dichtbij. Nu kan je dit stuk van de rij voor de VVD. En er zijn allemaal mensen. En daar. Het is echt leuk. En ja. Wie kom jij? Teske. Ja? Wie kom jij? Zij komt voor niemand. Maar ik zie jullie zo. Yes, tot zo. Jongens, rustig naar beneden, rustig naar beneden. We zijn nu hier en... Oh, nee, niet in zoomen. We gaan nu meekopen. Dus doei. Ja, is het goed? Oh, hij staat nog aan, hij staat nog aan. Jamie, het is al wat op jaren. Heel goed. Heel goed.
Oké, jongens. Ik heb het ook. Hij ziet jullie me lachen. Ik lach. Ik ben fris. Dit shirt en zo. Jullie zien er goed uit. Dames en heren, jullie zien er prachtig uit. Oké, weekend met. Weekend Disco. Weekend Jummy. Weekend mij. Oké, ik ben blij. Jullie kennen mij ook. Jullie kennen mij ook. Oké, wie wil met op het podium hebben? Oké, ja, dan ga ik hem gewoon even het podium oproepen. Dus, Merk, waar ben je dan? Je moet eens komen. Ja, Merk, kom maar, jongen. Kom maar. Ja. Allemaal zwaaien! Wat een gekke huis, hè? Kijk, echt super awesome. Super tof dat jullie er allemaal zijn. Wauw, ik wil bijna dood dat ik hier binnenkwam. Geweldig, heel vet. Ik ben ook helemaal onder de indruk. En het is gewoon helemaal vol. En jeetje, had je dit verwacht? Ik had het niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou worden. Maar ik vind het echt, het is beter dan normaal, laat ik het zo zeggen. Okay, jullie zijn allemaal top. Een applausje voor jezelf! Ja. Top, oké, ik ben hier dus met Merk. Jullie kennen hem allemaal, toch? Ja. Oké, dat is mooi. Deze introductie is niet eens nodig. Maar oké, Merk, wat heb jij gedaan voor de schoolkamper? Oké, jullie kennen waarschijnlijk Dylan ook. Dylan heeft mij 3 jaar terug ooit een keer geprankt. En ik dacht altijd nog van, ik moet hem terugpakken. En op een gegeven moment kwam ik dus bij de schoolkampus terecht. En zij hadden heel veel goud papier beschikbaar. Dus toen dacht ik, oké, daar ga ik wat mee doen. Dus ik heb zijn huissleutel gekregen. En zijn moeder die heeft hem afgeleid. En ik denk dat het resultaat in het filmpje zit hier. Oké, willen jullie het filmpje zien waar hij Dylan heeft geprankt? Ja! Oké, dan gaan we die even af laten spelen. Nou, Dylan prank, kom maar. Ik heb hier een flink aantal rollen goud papier. En ik heb de huissleutel van mijn goede vriend Dylan. Dus ik zeg, laten we daar gebruik van maken en laten we hem gaan pranken. Ik zie dat er een aantal mensen verzameld die moeten komen helpen met deze prank. Dylan heeft helemaal niets door. Wat zijn jullie handen uit? En deze kom ik namelijk eten. Ik heb niks tegen hem gezegd. Ze moet niet even niks gezegd. Ik heb alleen de sleutels gekregen. Dus dat zou hij wel niks door. Dus dat is zo mooi. Yo, de prank army is amazing! Oh, mijn klant, ik hoop echt zo erg dat we niks kapot maken. Prank en hij zei dat de bestanden van de geheugenkaart verwijderd waren. Ik ga me echt even bellen en zeggen dat ik de beelden verwijderd heb. Ik heb ze natuurlijk niet verwijderd. Zoals je ziet heb ik hier gewoon de bestanden staan op mijn pc. Hey man, met Dylan. Ik heb echt iets fucked up gedaan. Echt gewoon, ik kan mezelf voor mijn kop schieten, man. Ik wou vanochtend gaan filmen, weet je wel. En toen, toen had ik dus op formateren gedaan en ik had het nog niet op de pc gezet. Ik zal hem nog terugpakken, dat heb ik niet gedaan tot vandaag. Dit is ook gelijk het moment voor Zoefar om Dylan terug te pakken. Dit is het moment voor Rick om hem terug te pakken. Dylan, je verdient dit! Ja, deze muur is nu helemaal bedekt. Dit is de eerste muur die helemaal compleet bedekt is. We moeten op de muur links, de muur hierachter, de muur rechts, de gordijnen, de bank, de tafel. En de tijd begint echt te dringen, want ze zijn al in de winkels. Dus ze gaan die lampen halen voor een kantoor. Je moet echt tempo maken. Echt tempo maken. Oh,
vertellen. Ja, om een festival en wil ik daar naartoe. Wie vind je dan zo lijp dat je daar naartoe wil gaan? Ben je nog bij je moeder aan het eten? We moeten opschieten, jongens. Hoe kunnen we zo snel eten, man? 9 uur. 7 uur. 7 uur. Het was 7 uur. We zijn hier half 6 eten. We zijn een keer geflasht. Blijven niet plakken? Nee, het zijn kleinere stukjes. Blijft op het plafond niet plakken omdat het te zwaar wordt. Dus het moet een kleinere stuk, maar dat gaat weer meer tijd kosten. Ah, man, ik hoop dat we het redden. Nee, kom. Kom niet af. Kom, we moeten even die andere leren doen. Ik heb net aan Marit om Jas thuis te gaan chillen. En stuur Dylan dit terug. Wat is dit voor magische wereld waar we zijn? We hebben nog 5 minuten om elke camera aan te zetten, om elke camera te positioneren. Oké, kom op, laatste dingen jongens, laatste dingen. Dit is echt super vet. Ik ben blij dat ze er zijn. Laat een reactie achter met wat jij denkt dat in deze doos zit en maak kans op de inhoud. De prank is geslaagd, Dylan is erin gekrapt, hij had helemaal niks door. Ik heb al dit prankpapier gekregen van VNE Schoolcampus. Ze hebben mij gevraagd een selectie te maken van de tofste schoolspullen. Als je dat wil zien, check even de link in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op het duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zie je de volgende week weer. Peace! Oh, wat zit hierachter? Jawel, jawel. Vonden jullie dat die Dylan een beetje goed heeft geprankt? Okay. Als je hem leuk vond, duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Okay, ik zie alle duimpjes. Jullie weten wel dat jullie de eerste zijn die hem hebben gezien, hè? Hij is nog niet online. Dus, ja, dat is wel speciaal. Maar dat is meteen ook jouw favoriete item, denk ik. Gouden folie of... Nee, dat is nog niet hard genoeg. Harder. Harder. Nou, het is nog niet hard genoeg, jongens. Nog harder, nog harder. Oké, okay, oké. Okay. En nu de andere? Ja! Ja, ja, daar zijn ze al, jongens. Daar zijn ze al. Ja, 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 ja. De twee dames zijn er, de twee dames zijn er. Hoe voel je je? Goed, eigenlijk best wel lekker. Eigenlijk best wel lekker. Lekker voor. Ja, ja, ja. En hoe gaat het met jou ook lekker? Ik vind dit wel overweldigend, moet ik zeggen. Jullie zijn met zoveel. Jullie zijn met heel veel. Laat je nog een keer van Tess en Jamie!
Oké, ja, het is natuurlijk een hele grote groep en ze zijn er ook voor jullie natuurlijk. Ja, dat is wel sick. Ik vind het toch wel een beetje hard gezegd, maar wel heel leuk. Ja, want ik bedoel van, ik had het ook niet verwacht. Ik wist wel dat het druk zou worden, maar dit is wel echt heel druk. Ja, je hoort, wacht, hallo. Oké, wacht, even kijken, hoor je nu? Moet ik harder praten? Ja. Ik zei, nu veranderen wij ook opeens in twee verlegen meisjes die het heel eng vinden. Oh, zeg, oh. Oké. Als het goed is, gaan we nu een filmpje van jullie bekijken. Klopt dat? Ja, ik vind het ook wel een beetje raar om mezelf altijd terug te zien, weet je wel? Ze vinden het altijd raar om zichzelf terug te zien. Vinden jullie het raar om haar te zien? Nee! Vinden jullie het raar om haar te zien? Nee! Dacht ik al, zij vinden het heel leuk om jullie te zien. Ja, ja. Ik vind het ook leuk om jullie te zien. Ze vinden het ook heel leuk om... Nog een keer! Oh. Oké, nou, volgens mij gaan we nu dus de filmpjes bekijken. Nou. Oh. What's my schoolwork video? Yes. De meeste spulletjes die in deze video voorkomen zijn uit Felix Schoolcampus. Laten we laten zien wat er in zit. Ik wil hier veel open. Dit is ook een beetje op druk te zijn wat ik echt heel erg tof vind. En dit vind ik gewoon een hele leuke kleur. Beetje appeltjes groen en er staat er gewoon een etiket met mijn naam. Ik vind dat wel echt een leuk schoen. Hij is een beetje fout met al die ananasjes erop. Maar ik vind het ook wel leuk wat hebben, zeg maar. Een lipstick van Bobbi Brown. Dat is echt heel mooi. Dit is gewoon wel heel wat ik gedragen. En deze is ook wel leuk. Het is echt een super leuk jurkje. Dit is trouwens het ideaal. Ik weet niet of het enige wat ik doe, maar deze is op mijn rente geleerd. Je moet je schriften zeg maar zo in je boeken vouwen. Ik heb het nu met alles gedaan, maar ik heb het nu gewoon met wiskunde nu. En dat is echt ultiem chill, want anders heb je zeg maar een kattenhoek en waar je schrift en waar zo'n boek en wisselen we wel waar. Maar dit is echt ultiem chill. Hier een etui. Hebben we daarnaast nog drie dezelfde pennen. Oké, niet precies hetzelfde, maar wel zeg maar dezelfde soort. Een rode pen om na te kijken, een potlood en een putstempel. Heb ik hier nog mijn rekenmachine. Ik heb echt een hele leuke winnaarsformule bij georganiseerd. Wat moet je doen? Je maakt een foto van de spullen die aan jouw tas zitten. Een beetje zo'n soort foto waarin je het netjes neerlegt en gewoon mooi proberen te maken. Want ik vind het zelf heel erg leuk om mooie foto's te maken op Instagram. Wat win je? Oh, deze is heel zwaar. Oké, nou, je wint dus zo'n grote doos. Ik durf hier niet helemaal te kanten, maar ik ben bang dat alles eruit gaat komen. Dus, wat moet je doen? Plaats een foto waarin jij laat zien wat er in jouw schooltas zit. Met de hashtag schoolcampuscontest. Tag erbij een vriend of vriendin waarbij ze zeggen van oh, ik wil ook weten wat er in haar tas zit. En ja, ik ga elke keer kijken. En zo ook 10 weken lang de mooiste foto uitkiezen. En ja, ik ben heel benieuwd wat jullie, wat er in jullie schooltas zit. Dus let me know en dan zie ik je snel weer. Doei! Oké, jongens en meisjes, dat was dus de PNE Schoolcampus Contest. Kenden jullie die al? Ja! Oké, wie heeft al meegedaan? Nou ja, gaan jullie nog meedoen? Ja! Oké, kan je daar wat meer over vertellen, over die Schoolcampus Contest? Nou, wat eigenlijk is dat je gewoon een foto maakt van wat er in jouw schooltas zit. En leg je een beetje mooi neer, want dan ziet er gewoon mooi uit. En dan maak je nog een foto van, post op Instagram en tag je vriend of vriendin waarvan jij zoiets hebt van oh, wat heeft zij in haar tas? En als je dat doet, dan ga ik gewoon 10 weken lang ga ik gewoon een hele grote doos onder een van de mooiste foto's verloten. Kennis Jones, nogmaals, wie gaat er mee doen? Oké, ik heb een vraagje, man. Ik vind het allemaal, mag ik ook meedoen? Of... Nee. Ik mag niet, maar ik vraag het aan je, mag ik meedoen? Nee. Ik hoor gemixt, ja, een beetje, ja of nee? Ja! Oké, weet je, ik gun jullie. Jullie mogen meedoen. Maar oké, wat is jouw favoriete item? Uit mijn tas? Of... Ja, uit jouw school. Wow. Oké, bedankt. Uit je school, Tasja. Het gaat een heel slechte verslaafd klinken, maar het is echt een mobiel, denk ik. Wow. Wie favoriete item is ook de mobiel? Oké. Zijn er misschien ook wat andere antwoorden? Iets anders dan een mobiel? Niks? Mijn portemonnee. Eten. Eten. Geld. Ja. Brood? Wat? Oordopjes. Ja, ook heel belangrijk. Oké, natuurlijk. Dus jij is gewoon de mobiel. Blijf erop.
of je vlogkamer. Kijk eens even. Zoek een baby. Oh, die neem je ook van mee. Dat hoort wel. Oké, ja, ik geef je een plek. Dus jongens, nogmaals, hashtag schoolcampuscontest. We zetten hem. Hashtag schoolcampuscontest. Ga lekker meedoen. En als jullie nu, jullie hebben wie voor al foto's gemaakt? Niemand. Ja, oké. Okay. Ik zie wat vingers. Als jullie een foto maken, kunnen jullie hem online zetten. Twitter, Instagram, whatever. Onder de hashtag VND Schoolcampus. Nee, hashtag VND Schoolcampus. Oh ja, dat zei ik al. Oké. Okay. Dus hashtag VND Schoolcampus. Later kunnen jullie nog allemaal foto's maken met... Jami en Tesca en Bert. En YouTube is ook aardig achter. Ja, die is er ook nog. Maar oké, okay, dat komt ook nog goed, jongens. Dat komt ook nog goed. Ik ga even naar Tesca, hoi. Volgens mij krijgen we ook een filmpje van jou te zien. Zeker, ja. Oké, okay, nou, let's go. Ik vind het heel erg leuk. Ik ga namelijk een kijker van mij ga ik verrassen. Jullie zijn altijd zo lief. En dat vind ik lief. En daarom wil ik lieve dingen terug doen. Ik heb hier een doos vol met spulletjes. En deze zijn van de VND School. Jullie zijn met een veel kleinere groep. Dat is goed gedaan. Ja, ik ga een paar liedjes voor jullie zingen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dit is Give Me Love van Ed Sheeran. Zeg geen fashion chicks. Oké, vlog. Maar ik had daar dus even tijd. Dus dat was leuk. Dus laat het foto zien. Ja, wacht heel even. Op Instagram kijken. Hashtag. Hashtag. Aapstaartje. Aapstaartje.
ik zet het wel hier op in beeld, ergens hier. Beeld waar jullie, hier mijn snorlijn. Ik hou hem vast. Hier mijn snorlijn. Dus dat is echt heel leuk. Nee, niet zo inzoomen. Oh ja, nu zie ik je wel. Je mag niet iedereen om mijn snor te zien. Geen snor. Top! Ik ken hem niet. Zet even uit. Ja. Oké, wat zei je net? Ines is heel lief. Ze wil zo meteen op mijn 10 minuten wachten omdat ik mijn bus heb gemist. Fijn hè, Harry. Dank. Maar ja, ik kan nog steeds niet geloven dat Masha naar mijn vlog kijkt. Grap, ja. Maar ja, ik ben er wel blij mee hoor. Ik kijk alleen de camera niet in, maar goed. Kijk, het kerkje. Oh, te laat. Nou, ik ga trouwens nu de goodiebag unboxen die ik heb gekregen bij het V&D event. Het was een superleuk event van schoolcampus. En ja, laten we snel kijken wat er allemaal in zit. Als eerst een V&D boekje. Dan een notitieboekje om wat nieuwe aantekeningen in te schrijven. En mijn aantekeningenboekje was leeg. Dus die. Even kijken hoor. Dan zitten er pennen in. Dit is wel grappig. Dit is een jas van Nicholson. Maar hier moet je dan je mobiel in doen. En ik heb mijn mobiel op mijn bed gelegd. Dus die ja, kan ik heb mijn phone en dat ding, je telefoon, moet je dit dus openmaken. Dit ding moet je dus openmaken. Dan gaat hij zo open. En doe je je mobiel, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Je mobiel doe je erin. Moet hij wel passen. Ja, hij past. En dan heb je je eigen telefoonjas. En dat is super cute. Dan loop je hem eigenlijk met dit eigenlijk. Dus dat is wel super leuk van Nicholson. Ik ga mijn mobiel er weer uithalen. Dus die zit erin. Dan gaan we verder in de tas. Dan zit er een fashionista in. Ik zit af en toe even te kijken op mijn schermpje. Want ik heb een schermpje. Dus die fashionista. Dan zit er kortingsbonnen in, 5 en 10 en 15 euro. Dan zit er een checklist in. En dan alweer de laatste producten, sorry. Oh, de laatste drie producten. Nou, als eerste zit er dus een kaartje in, 339, dat is mijn lotnummer. Een pen die rood, groen en dat soort dingen heeft. Super handig. Een pakje kauwgom. En deze silicone free repair and fullness shampoo van Siles. I love it. Dus dit was de inhoud van de goodie bag. Ik hoop echt dat jullie het een leuke video vonden. En dan bedankt jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!